Het eerste Blue Wave Supplier Development Programma in Suriname is op 22 januari afgesloten. 25 bedrijven hebben gedurende 6 maanden deelgenomen aan het programma om te voldoen aan de eisen voor de offshore olie-industrie. Deelnemende bedrijven benadrukken de waarde voor internationale erkenning en verbeterde bedrijfsprocessen. Het programma wordt deels fysiek voortgezet op basis van feedback. In februari 2024 start een nieuwe groep van 30 bedrijven met het programma, terwijl Staatsolie blijft bijdragen aan de voorbereiding van Surinaamse bedrijven op de offshore olie- en gasontwikkelingen. Valerie Lalji is per 1 januari 2024 benoemd als de nieuwe directeur energie op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De officiële overdracht vond plaats op 23 januari, waar Lalji aangaf doelmatig te willen werken en te rekenen op de medewerking van het energieteam. Minister Abiyamofo bedankte waarnemend directeur Thelma Douglas Pinas voor haar inzet en wenste Lalji succes, benadrukkend dat veel energieprojecten al in uitvoering zijn. Lalji, voorheen onderdirecteur NH, wordt gezien als een bekende en ervaren bestuurder. De vakante positie van onderdirecteur energie wordt ingevuld door Dwight Emmanuel, die zich zal richten op elektrificatieprojecten. De openbare school 3 te Wageningen heeft gisteren de officiële ingebruikname van de opgeleverde renovaties ontzegeld. Een volledig gerenoveerd fietsenhok, jongens- en meisjestoilet, als ook verlichting voor de hele school en een nieuwe airco voor de kantoorruimte zijn zaken die mogelijk zijn gemaakt door de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development.